Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video van de Wrexham Career Mode serie hier op dit YouTube-kanaal. Vandaag gaan we de wedstrijd tegen Reading, of Reading, of hoe je het ook wil noemen. Reading voetbalclub, in ieder geval. Die hebben ook al aardig wat punten verzameld. En wij hebben natuurlijk vorige week voor het eerst verloren binnen deze competitie. En we moeten ons nog wel redelijk aanpassen aan deze competitie, merk ik. Want we hebben het nog wel redelijk zwaar. En dat is toch best verrassend te noemen. Want Wrexham is weer torenhoog favoriet om deze competitie te winnen. Maar ook vorig jaar won het de competitie. Maar was de start natuurlijk dramatisch. Nu is de start persoonlijk wel beter. Alleen nog niet goed genoeg. En ja, Pochettino heeft gewoon een goede ploeg samengesteld. Hij heeft de ploeg weten te behouden. Die vorig jaar landskampioen wist te worden van de League 2. En dat moet dus nu ook gebeuren. Richting de Championship. Althans, nu natuurlijk nog de League 1. Oké, Reading heeft afgetrapt. Dus eens even kijken wat we van deze tegenstander kunnen gaan verwachten. En dan valt de bal daar net niet goed voor de tegenstander. En oh, Wrexham. Dat is iets te veel van het goede qua voetbal. Maar dan komt het net allemaal goed. Dan valt de bal daar precies weer verkeerd. En dan is daar Aguirre met de redding. Afif in de aanval nu. Nog steeds weinig kansen gezien. Daar loopt Afif vrij. Wrexham misschien met de eerste aanval van de wedstrijd. Nee, ja, het was een aanval. Maar weer geen echte mogelijkheid op doel. En die wordt dus nog steeds uitgesteld. Maar daar is dan Mullin. En dan is de eerste kans van de wedstrijd ook direct bekroond. Met een goal. En zo staat het dus 1-0. Weer Paul Mullin. Ongelooflijk. Dat Reading weer zich zo laat kennen. Natuurlijk. Meer balbezit. Maar dan is daar opeens weer Paul Mullin. Ja, die schiet ze natuurlijk wel binnen. Vooral als je zo vrij voor de keeper komt te staan. Ja, Mullin natuurlijk vorig jaar topscorer van de League 2. Ah, dat wil allemaal net niet. Maar Wrexham heeft balbezit nog steeds. Nog steeds. Oh. Ja, en dan is het balbezit weer voor Wrexham. Want ja, in de lucht zijn wij gewoon ijzersterk. Dan ligt daar best wel wat ruimte. Ja, dan ligt daar inderdaad best wel ruimte. Ja, en dan profiteert Wrexham daar, wou ik zeggen, optimaal van. Maar weer net niet. Een hele saaie eerste helft. Waarbij alleen de goal van Wrexham eigenlijk tot de hoogtepunten behoort. Ja, een mini schotje van Reading. Maar ja, dat kan je denk ik niet echt al te serieus nemen. Want daar maakte de keeper alles mooi van. Maar het was helemaal geen moeilijk schot. Hier probeerde Mullin nog even er wat van te maken. Zo gaan we de stand in een niet vermakelijke eerste helft. Maar goed, winnen is winnen. Maar op dit moment is het nog maar een magere zege. Ja, dit is pas goed. Corona aangespeeld. Die naar de 16 meter. Afgeven. Schieten. Nee, hij gaat het wel in. 2-0 voor Wrexham. Het is weer die jeugdspeler Sanchez. Die als een van de weinigen is doorgebroken binnen de jeugdopleiding van Wrexham. Zo staat het 2-0. Ja, hier komt alle geluk bij kijken. Hier heeft de keeper de bal nog. Maar ja, dan is de speler van Reading net te laat om Sanchez af te blokken. En zo staat het 2-0. Ja, moet ik zeggen dat de keeper ook hier niks aan kon doen. Want hij kon niet meer zo snel opstaan. Waardoor Sanchez dus vrij binnen kon schieten. Ja, nu gaat Wrexham er vol overheen, denk ik. Dat is vaak zo als het scoort. Het viel bij de 1-0 nog mee. Maar nu ook. De tegenstander brengt zich alleen maar in de problemen. Want daar is Chavez. Ja, dan gaat het hard. Dan gaat het hard. 3-0.
Chavez, die een van de weinige goals maakt in zijn carrière voor Wrexham. Hij is natuurlijk zelfs de belangrijkste speler, maar kan zich nog niet altijd belonen met een doelpunt. Dat is ook moeilijk als centrale middenvelder, vooral op de positie waar hij binnen het team moet spelen. Maar hij schiet hem prachtig binnen en buiten de bereik van de doelman van Reading. 3-0. En zo gaat het opeens hard. Ja, en dan is het weer bal kwijt voor Reading. En dan kan Wrexham zich er weer redelijk makkelijk uitvoetballen. Want daar is Aviv. Ja, en die kan hard rennen. Alleen, die kan nog niet naar binnen rennen. En dan is het afgeven. En dan is daar de 4-0. Jongens, wat is de thuisploeg toch aan het doen? Het speelde een redelijk goede eerste helft. Maar de tweede helft is toch zo bagger als wat FC Emmen neerzetten tegen Willem II. 4-0. En daar is nog steeds de bal en weer geen clean sheet voor onze keeper. Het is 1-4 door Knips. Ja, een beetje jammer weer hoe de goal valt. Maar goed, we staan nog voor en daar gaat het om. Het gaat om wedstrijden winnen. Het is al lang niet meer zo slechte tegengoals als wat we vorig seizoen hadden. Alleen ja, wel jammer dat ze natuurlijk nog steeds soms redelijk makkelijk vallen. Dit ook weer. Het is gewoon 2-4. Wat is dit, joh? Opeens laat Wrexham zich enorm kennen. En scoort de thuisploeg 2 keer. Aviv. Nou, weer dik buitenspel. Mullin. Aviv op Aboukar. En daar is Bouka weer niet het doelpunt voor Boukari. En nu een corner nog uitgehaald. Andersen. Op Boukari. Ja, en die... En zo is de einduitslag 2-4. Er zijn er opeens heel veel goals gevallen in deze tweede helft. Maar is het de thuisploeg wat eigenlijk gewoon hard verliest met 2-4. En dat is natuurlijk zonde voor Reading, wat best wel goed begon aan deze wedstrijd. Op naar de volgende. Vandaag speelt Wrexham tegen Bristol Rovers. Eens kijken of we er wat van kunnen tegen deze tegenstander. Wrexham natuurlijk vorige wedstrijd gewonnen. Gaf wel tegengoals makkelijk weg. Dat zal Bristol Rovers ook gezien hebben. Dus ja, daar moeten we zeker mee aan de gang. Maar dat komt denk ik ook wel goed. Dit ging niet zo goed. Ja, dit is echt triest hoor. Dit soort ballen. En hier wordt de bal geraakt. Scheidsrechter toch. Ja, en een goal. Een goal voor Bristol Rovers. Weer een makkelijke tegentreffer voor Wrexham. Ja, dit mag het team van Pochettino zich toch wel weer echt zelf volledig gaan aanrekenen. Wat weer een slecht begint aan een wedstrijd. Corona. Aviv. Oh, wat jammer dit. Blessure bij Mullin. Dit is een tegenvaller voor Wrexham. Een enorme tegenvaller zelfs. En daar dan een kansje. En dan gaat gewisseld worden. Mullin er helaas al vroeg af. Voor Aboubakar natuurlijk een goede... Ja, om minuten te maken. In de 26e minuut is al een enorme domper te verwerken voor ons. Sanchez. Corona.
op Sanchez. Ja, daar is dan de goal. Daar is de gelijkmaker. Het is 1-1. Wat een invalbeurt zeg van deze Aboubakar. En zo komt Wrexham dus al heel gauw op 1-1. Nou ja, na de invalbeurt dan, hè. Afif. Ja, hij zag Aboubakar lopen. En Sanchez loopt ook helemaal vrij, hè. Die kan ook gewoon schieten. 43e minuut. 1-1. Nog steeds. En dan is daar bijna de 2-1. En dan in de rebound. Nee. Traag reactievermogen van Romo. Maar maakt niet uit. Weer een grote kans voor Wrexham. Op de voorsprong. Komt die voorsprong er misschien nog vlak voor rust? Nee, want er gaat nu afgefloten worden voor de eerste helft. Maar we gaan niet wisselen. Want dit Wrexham speelt opeens sinds de wissels best wel goed. Dus even kijken of we dit door kunnen zetten. Ben wel nieuwsgierig of dat kan. Nog steeds 1 tegen 1. Maar daar is Bristol Rovers. Hoho. Weer een verdedigende blunder bij Wrexham. Is het 1-2 voor de uitploeg. Wat een prestatie zeg. Ja, en hier mag Pochettino toch wel weer zijn ploeg op aanspreken hoor. Weer dreigt het te makkelijk uit te lopen op tegendoelpunten. En ja, je kan waarschijnlijk dan wel weer makkelijk reageren. Want dat was natuurlijk vorig seizoen ook een enorm ding. We kwamen weer achter en dan konden we toch weer heel snel die 2-2 maken elke keer. Ja, kijk, hier Aboubakar. Oké, en door met het leven, hè. Zo gaan we maar weer verder. Ongelooflijk, wat een misser. Je gelooft je ogen niet. Oh. Ja, dit is voor Bristol Rovers waarschijnlijk dodelijk, dit balverlies. Dit balverlies is voor Bristol Rovers dodelijk. Wat een dom balverlies zeg. Chaves, die al zijn tweede maakt in twee wedstrijden. 2-2. En is de middenvelder dan opeens los? Nou ja, dit is natuurlijk wel heel erg... vertekenend, want Chaves krijgt de bal zomaar in de voeten gespeeld. En dus Aboubakar die een beetje zorgt voor vertwijfeling bij de verdediging van Bristol. Want ja, wie moeten ze nou dekken? Gaan ze naar die Chaves lopen en dan betekent dat Aboubakar vrijkomt? Ja, het is dus blijkbaar een keuze geworden en Chaves schiet hem gewoon binnen. 2-2. Daar is Sanchez. Ja, en wie gaat er dan lopen is de grote vraag. Het is in dit geval Aboubakar. Die maar eerst de kar gaat trekken. En Corona, als hij kan wegdraaien. Nee, dat hoeft niet. Daar is Sanchez. Wrexham leidt in een thuiswedstrijd. Er is 2-3. Ik bedoel 3-2. En Wrexham in extase. Wat een actie van Corona. Gaat niet zelf schieten, want daar loopt Sanchez. Ja, en dan is het weer heel veel geluk dat die Bristol Rover verdediger hem net niet blokt. Hij blokt hem wel, alleen Sanchez krijgt de bal gewoon nog mee. 2-3. Ik zeg ook keer 2-3, maar het is 3-2. Ook goed natuurlijk. Deze is voor de keeper van Wrexham. En zo gaat Wrexham doorvoetballen. Want er zit oprecht hoop in deze ploeg. Afif afgeven. Goal. Wrexham voetbalclub. 4-2. Een geweldige invalbeurt natuurlijk van deze speler. Van Wrexham 4-2. En zo dreigt de thuisploeg alweer hun tweede wedstrijd te gaan winnen van deze video. En dan is het weer Aboubakar die hem weet te maken. Ja, en dan is de tegenstander het echt helemaal kwijt gewoon. Romo op Aboubakar geven. Ja, dan...
gaat hij er niet in. Wrexham in de aanval. Ziet hoop in deze aanval. Ja, dit is buitenspel. Nee, niet. De grensrechter houdt zijn vlag naar beneden. Ja, dan is daar Sanchez. Hartstikke idee. Die schiet hem ook nog even binnen. 5-2. Ja, en zo gaat het heel hard. We denderen er overheen, of als het niets is. Terwijl Bristol Rovers lang meedeed. Hè? Ze stonden gewoon nog voor in de tweede helft. Zo, dit was nog helemaal niet zo'n heel raar schot. Afif doet het helemaal alleen, hè. Ja, en de bal op Sanchez is alleen dramatisch. ...88ste minuut wedstrijd. We naderen het einde. En dan kon het nog razend spannend worden in dat einde. Maar dat gaat het niet meer worden hoor. Want daar is de 3 minuten extra tijd. Ja, en dan kan Wrexham misschien toch nog een doelpuntje erin prikken hoor. Want daar is Sanchez. Daar is Sanchez voor een goal. Ja hoor, 6-2. Wrexham gaat deze wedstrijd winnen en ook weer overtuigend. In de tweede helft nog op achterstand gekomen. Maar Bristol Rovers laat zich daarna totaal wegtikken door de ploeg van Pochettino. En zo staat het 6-2. Mooi goal door Sanchez, goed afgemaakt. En een goal dus. Ongelooflijk dat dit nog door mag. Nou, een overwinning van het team van Pochettino opnieuw. En dus zijn we hier hartstikke blij mee. Op naar de volgende wedstrijd. Kijken of we dit door kunnen zetten natuurlijk. Dames en heren, welkom bij de wedstrijd tegen Fleetwood Town. De thuisploeg mag gaan aftrappen. En dan zijn we begonnen aan de derde wedstrijd van deze video. Kunnen we onze reeks doorzetten? Nou, we hebben redelijk wat interlandperiodes. Dus ja, het team is redelijk vergelijkbaar met Fleetwood Town. Het is nu niet dat we heel veel meer kwaliteit op het veld hebben staan. En dat gaan we hier ook al merken. Want daar is de eerste kans van Fleetwood Town daadwerkelijk al. Nog steeds 1-0. Ik bedoel 0-0 voor Fleetwood Town. 9e minuut wedstrijd. Ja, het is nog allemaal een beetje rommelig in de beginfase. Dat is altijd zo bij een wedstrijd van Wrexham. Ja, dan dreigt Mullen naar die kant toe te lopen. En dan doet hij het alsnog niet. Ja, dat ook weer zoiets achterlijks. Maar goed. Je bent daarin wel afhankelijk van AI. En dat is jammer. Dit deed de Wrexham speler dan weer mooi. Alleen hier draaien we ons dan zelf weer vast. Wrexham probeert er echt uit onderuit te voetballen. Dat is alleen nog niet zo makkelijk. Chavez die heeft nu wel redelijk wat ruimte gekregen. De Chavez heeft nu wel redelijk... Jezus. Nou, en weer door. En daar is de minuut extra tijd. In deze redelijk toch wel saaie eerste helft. Waarbij beide ploegen nog niet tot scoren zijn gekomen. En daar is de bal dus weg. En we gaan ook gewoon wisselen. Ik mis Pit binnen de ploeg. Mullin, die is gewoon te slecht. Romo komt er maar in.
Ja, Andersen is ook eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Maar ja, daar kan je niks anders mee. We gaan Davies erin doen. Aboubakar. Barnett. Ja, en daar is de bal weer kwijt. Ook gewoon een domme paas. Waar wil je heen? Ja, niet, je had gewoon terug moeten pasen. Acosta. Nou, die kan op zich rennen. Alleen niet zo hard. Fleetwood Town is op zoek naar een doelpunt binnen deze tweede helft. En die gaat er komen ook. Ja, 1-0 voor Fleetwood Town. Het is Wrexham wat weer afstevend op een rampjaar. Want ook Wrexham moet blijven winnen om überhaupt nog de nummer 1 te zien. Want ja, die winnen op dit moment nog steeds alles. En die, ja, die spelen ook gewoon heel goed, Charlton Athletic. Ja, en Bukari kwam hier weer tekort. De bedoeling is dat hij eigenlijk wegsprint bij zijn tegenstander, maar dat doet hij niet. Aboubakar! Oh, 1-1. Dat is razendsnel naar de goal van Fleetwood Town. Ja, sorry. Ik zei inderdaad rampseizoen. Maar... ja, dat heeft te maken met dat we in de eerste helft gewoon heel slecht voetbalden. Alleen ja, dit komt nu helemaal uit het niets. Dit is typisch de Wrexham career mode in notendop. Dit seizoen dan, hè. Ik bedoel, seizoen 2. Want we voetballen helemaal niet goed. En dan uit het niets scoren we toch weer een goal. En vaak valt de tegenstander dan weer helemaal in. Zakt het helemaal in elkaar. Ja, en dan win je opeens dik. Maar dan was de wedstrijd dan elke keer niet naar, zeg maar. Het is ook niet zo dat de tegenstanders dan heel veel kansen krijgen. Nou ja, in dit geval lijkt het erop van wel. Want het valt als een kaarthuis uit elkaar. Komt ook omdat onze hele verdediging op vakantie is. Barnett. Ja, afgeven. En schieten toch? Ja hoor. Wrexham staat weer op voorsprong hier in Fleetwood. Het is Davies. 1-2. Ja, deze goal celebration zag bijna niemand omdat je alleen de schoenen zag. Maar daar is dan de doelpunt te maken, Davies. Ja, dit doelpunt komt ook weer helemaal uit het niets. Barnett die er toevallig langs komt. Ja, en dan wordt Davies helemaal uit het oog verloren door de verdedigers van Fleetwood Town. Moet ik wel eerlijk zeggen dat hij hem uit het draaien best wel goed binnenschiet. En Pochettino, die wordt helemaal gek, want die ziet zijn B-team echt slecht voetballen, maar dan toch voorstaan. Als je deze wedstrijden gaat winnen, ja, dan kan je ver komen. Maar ja, je bent er nog niet. Je bent er absoluut nog niet. Maar Fleetwood Town lijkt nu een instortmoment te hebben, want daar is Wrexham weer. En deze moet je dan scoren. En deze gaat op de lat. Ja, was ook wel een redelijk moeilijke hoek. Oh ja, ja, Romo, ja. We hebben de bal gelukkig, maar hier... dit bedoelde ik dus met weinig inzet tonen. Hier wil Romo totaal geen sprintje neerzetten om überhaupt de bal te proberen te veroveren. Wrexham over het middenveld met Davies. Davies die brengt wel wat in de ploeg. Moet ik je eerlijk zeggen. Aboubakar afgeven. Bukari. Het is klaar. 1-3. En Bukari die maakt niet zo vaak doelpunten. En hier zal hij toch wel echt heel erg blij mee zijn.
En zo wordt het uitpubliek natuurlijk gek, want die zagen het wel voor zich als ze weer zouden verliezen. Want ze kwamen natuurlijk ook gewoon 1-0 achter. Maar Aboubakar, ja, die is een spits, maar hij heeft wel het overzicht. En geeft daarom de bal aan Bukari, die hem weer binnenschiet. En zo staat het 1-3. En is Fleetwood Town in rouw gedompeld, dat wou ik zeggen. 1-3 dus. En daar Wrexham weer. Ja, het is een beetje een instortmoment van Fleetwood Town. Want daar is Barnett. 1-4. 1-4. Wrexham slacht Fleetwood Town af in de tweede helft. Oei, 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 oei. En dit bedoel ik met dikke scores. Terwijl je het eigenlijk gewoon niet verdient in het spelbeeld. Ja, in de tweede helft misschien wel. Want daar ben je gewoon blijkbaar veel fitter dan Fleetwood Town. En zo schiet Barnet dus nog even de 1-4 binnen. Ik denk dat we ook een fittere selectie hebben dan wat er gemiddeld rondloopt in deze competitie. Daar ben ik oprecht van overtuigd. Serieus? Is dit een strafschop? Oh nee, niet. Laat maar. Dat nu wel weer net buiten. Gaat allemaal weer net goed. Ja, Wrexham is slecht in standaard situaties. Dat weet elke club waarschijnlijk wel waar we tegen spelen. Ja, dit is gewoon weer een dramabal die eigenlijk gewoon voor man niet bedoeld was. Ja, waar moet Bukari heen dan? Eindelijk, man die is er. En nog steeds 1-4. En de scheidsrechter mag gaan affluiten. Wrexham krijgt maar liefst maar weer 1 tegendoelpunt. Dat is al lang een overwinning ten opzichte van vorig jaar. Want toen hadden we scores van 4-4, 5-5, 5-6. Noem het maar op. Maar in dit geval lijkt Wrexham het aardig voor elkaar te hebben. En heeft al, nou ja, niet zo. Het zijn er veel. Maar het kunnen altijd veel meer tegengoals zijn. Nou, op naar de volgende wedstrijd. Dames en heren, vandaag gaan we de wedstrijd Cambridge spelen. En ja, die hebben we inderdaad al gehad volgens mij in de competitie. Maar nog niet in de EFL Trophy. En vandaag staat die wedstrijd op het programma. Wrexham heeft in die poolfase al 3 punten weten te behalen. Volgens mij is dit pas ook de tweede wedstrijd. Dus je kan ook maar volgens mij 3 punten halen. In ieder geval, deze beker is niet zo belangrijk. Maar toch zijn wij favoriet voor deze beker. Want we hebben hem al eerder weten te winnen. Oké, we gaan beginnen. Let's go. Oh, de EFL Trophy. Die hebben wij volgens mij nog niet gewonnen. Maar ik weet niet meer hoe die andere heet. Nou, maakt ook niet uit. We hebben ooit een keer een beker gewonnen. En natuurlijk een landstitel. En dus Pochettino heeft al 2 prijzen gewonnen met Wrexham. En eens kijken of er ja, dit jaar een 3e of een 4e of een 5e of een 6e aan toegevoegd kan worden. Oh. Daar is de tegenstander en die komen opeens op een 1-0 voorsprong, joh. Uit het niets komt Cambridge op voorsprong hier in Wrexham. Dit is toch wel even op dit moment een stunt, zeg Van May. Hij scoort opeens een goal uit het niets. En dit zegt genoeg over de verdedigende problemen bij Wrexham. De man van, ja, de May, zijn man, die is er niet. En die scoort gewoon vrij binnen. En zo staat het 1-0 voor Cambridge. Dit had niemand verwacht. Nou, en zo mag Wrexham weer in de achtervolging. En mogen ze toch wel even wat beter voetbal laten zien. Want dat lieten ze in het begin natuurlijk totaal niet zien. De ballen moeten vooral via de kant komen van Afif. Want ja, hij is de belangrijke man. Zo wordt het altijd gezegd in ieder geval. Jammer. Afif. Afif, ja, die zorgt voor ruimte bij Sanchez. Alleen Mullin. Wat doe je verkeerd hier? Nou, dan mogen we het weer even uitstellen. Want dan gaat hij er hier wel in. 1-1. Ja, het is de ervaren Titakit.
Catito Corona. Hij zorgt voor de gelijkmaker en zorgt ervoor dat Wrexham in ieder geval weer in extase is. Wrexham, wat er dus iets minder voor staat in de competitie na 5 wins en 3 gelijke spelen. Maar goed, het komt denk ik ook wel weer goed met de ploeg van Pochettino. Ze hebben altijd even nodig om binnen zo'n competitie te groeien. Want Wrexham overtuigt ook niet momenteel in de EFL Trophy. Laten we maar zo eerlijk zijn. En dit is nog maar op basis van 22 minuten voetballen. Acosta. Op Afif. Afif. Ja, en dan loopt Mullin helemaal vrij. En die schiet de 2-1 binnen. Het gaat opeens weer razendsnel. Mag ik er ook even eerlijk bij zeggen dat dit hartstikke mooi gevoetbald is door de ploeg, door onze ploeg? Mag ik dat eerlijk zeggen? Want nu overtuigen we opeens wel echt mooi tiki-taka voetbal. Goed gepaast op Mullin. Ja, dan moet je die bal alleen nog maar goed meenemen. En dat doet Mullin fantastisch. Er zit ook nog een nare stuit in de bal. Maar hij neemt de bal vol op de pantoffel. En hij schiet hem ook nog even binnen. Of als het niets is. Mullin schiet Wrexham op voorsprong. 2-1. Is Cambridge dan ook weer de weg kwijt. Net als elke tegenstander van Wrexham eigenlijk altijd. Die niet meer kunnen reageren na een tegenslag van een achterstand. Ja, nu profiteert Wrexham er zelf niet van. Maar het lijkt erop dat ook Cambridge heel slordig is daarna met de bal. Nou ja, moet ik ook wel eerlijk zeggen dat ze dat de hele wedstrijd al een beetje zijn. Angulo. Zomaar de 2-2 scoren. Nu weer. Roel van Wrexham heeft zo weinig man in die verdediging staan. Ja, kijk. Ja, maar gaat er weer niet in. Ja, nu wel. Nu. Oh nee zeg. Wat een redding van die keeper. Ongelooflijke redding van de keeper. En daar komt de tegenstander weer. En daar is het 2-2. Daar is de goal van Cambridge United. Staat het weer 2-2. En begin, dan kan Wrexham weer de kleedkamer in met een kater. Zo'n feit is het nou ook wel weer. 2-2, ja, een dramatische ruststand als je kijkt waar Cambridge staat binnen in de competitie. Maar goed. Tja, het kan gebeuren, hè. Het is maar de beker. Ik bedoel, van promoveren is veel belangrijker. Alleen ja, het is altijd wel lekker om natuurlijk ook nog even een ander prijsje te winnen. Zo eerlijk ben ik ook wel weer. Ik wil ook wel gewoon graag elke wedstrijd winnen. Alleen dan komt het punt dat we deze beker wel iets minder serieus gaan nemen in verband met een B-selectie. Want ja, dan gaan alle pijlen gericht worden op de competitie. Je gaat straks krijgen dat die competitiewedstrijden aan één worden geracht. Wat eigenlijk nu al een issue is qua fitheid. Oh ja, Afif krijgt de bal alsnog wel. Afif. Oh, wat wild overgeschoten zeg. Oh, wat zonde. Pakke Mullin er half langs. Mullin er half langs. Sanchez meegeven. Oh, wat zonde weer. Ja, dan wordt de bal weer natuurlijk weer net binnengehouden. Oké, nu komen de wissels bij Wrexham in de 72e minuut van de wedstrijd. Daar gaan veel wijzigingen komen. Sterker nog, alle wissels worden verbruikt. Het zijn er 5. En deze spelers moeten ervoor gaan zorgen dat de overwinning er alsnog gaat komen. En ook gewoon eigenlijk omdat spelers vermoeid waren en we geen risico's willen nemen ten opzichte van de competitie natuurlijk, zoals ik net ook al zei. Maar daar is Corona, die is er wel ingebleven en die is ook moe. Maar ja, we hebben maar een paar wissels en daar is Aboubakar. Ja, die kan scoren. Dat heeft hij bewezen. Het is 3-2 voor Wrexham. Opnieuw een gouden wissel.
En ook in de EFL Trophy scoort deze meneer. Geweldig binnengeschoten. Nou ja, moeten we ook wel eerlijk zeggen dat hij ook gewoon eigenlijk bijna niet mis kon. De keeper die was eigenlijk redelijk kansloos vanaf zo dichtbij. Daar is de tegenstander weer. Ja, die ruiken bloed hoor, want dat Wrexham dat zit maar in te stappen. Also, ja, dit is dramatisch. 89ste minuut. Wrexham mag hier echt van zelfs echt blij zijn dat het hier niet fout is gegaan. Mag echt blij zijn dat het hier niet fout is gegaan, zeg. Want wat heeft Cambridge goed gevoetbald voor hun doen. En Wrexham wint wel met 2-3 hun uitwedstrijd. Dus dat is wel lekker. Een thuiswedstrijd zelfs nog. Maar goed, we winnen deze wedstrijd en daardoor gaan we deze video ook eindigen, dames en heren. Want we gaan eerst natuurlijk even het interview doen, want we moeten natuurlijk wel het moreel binnen de selectie goed houden. Want ja, dat is heel, heel erg belangrijk, anders gaat de selectie een beetje tegen je werken. Even kijken, we moeten ze gewoon de wereld in prijzen, dat is het beste wat je kan doen. Ze zijn nu erg gelukkig, dus daar zijn we blij mee. Dit was jullie herkansing tegen Cambridge United. Hoe hebben jullie je voorbereid op deze wedstrijd? We waren beter voorbereid. Ja, dat kan je wel zeggen. Thank you for your time. Really nou, ik ben ook wel blij dat het bestuur echt tevreden is met onze resultaten. Want ja, toen we natuurlijk het seizoen begonnen, was het bestuur redelijk kritisch. Uiteindelijk hebben ze dat een beetje laten vallen. En zijn ze enorm tevreden hoe het gaat binnen Wrexham. Komt denk ik ook wel omdat ik mij redelijk aan de doelstellingen heb gehouden. Volgens mij heb ik er al... Nou ja, ik heb er nog niet zo heel veel gehaald. Ja, hier in dit geval wel. Een rating van 92. Ja, contracteer 1 speler in de jeugd voor de positie van verdediger heb ik gedaan. Verkoop 2 spelers en contracteer er 3. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Blijkbaar verkoop 2 spelers en contracteer er... Ja, dat heb ik dus nog niet gedaan. EFL League One win de competitie. Ja, dat is gewoon goed. De laatste 16 van de FA Cup. Ja, dat wordt nog wel een dingetje. Maar goed, dat heeft ook een lage prioriteit. Prioriteit, zo moet je het zeggen. Nou, in ieder geval, dames en heren, wil ik jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet alvast zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer natuurlijk. En dan zien we jullie graag later bij de volgende video. Later mensen.